dreigen de sluiting van de provinciale zwembaden beroert de bevolking tot in de ziel. Buiten aan het provinciehuis in Leuven protesteren de oppositiepartijen met een duidelijke boodschap. De zwembaden van de provinciale domeinen in Diest en Kesselo mogen niet sluiten. Deze namiddag stemt de provincieraad hierover de sluiting van twee zwembaden in 2025 en 2026. En de raad begint al snel met commotie. Maar ik leg om te beginnen een voorstel tot verdaging van punt 15, 16 en 17 voor. Dat had je nog niet gehoord. En ik wil dus ook de gelegenheid krijgen om te zeggen waarom. En misschien zijn er andere leden die willen uitleggen waarom ze daarmee akkoord zijn. Provincieraadslid Tobak stelt voor om de stemming over de sluiting van de provinciezwembaden uit te stellen, omdat er nog te veel onduidelijkheid is over het dossier. Maar dat voorstel wordt weggestemd en dus kan de discussie van start gaan. Ik hoef u daar natuurlijk allemaal geen tekening bij te maken. Wanneer dat zwembaden ouder en ouder worden, en dat geldt voor alle installaties, dat het enorm moeilijk is, als er iets defect is, om vervangingsstukken te vinden. Zo zijn we tot vorig jaar, denk ik, tot in Zwitserland moeten gaan om nog twee vervangingsstukken te moeten vinden. We hebben die dan maar laten afkomen, waarvan er één al zelfs niet meer werkte. De zwembaden zijn niet duurzaam genoeg, er zijn te weinig redders en bovendien zijn de baden erg verouderd. In de plaats van zwembaden moeten er waterspeelplekken komen. Maar daar gaat de oppositie niet mee akkoord. Die wil dat er andere alternatieven, zoals ook de renovatie van de zwembaden of zwemvijvers, verder worden onderzocht. Wat volgt is een lang tumultueus debat. Een amendement en subamendement later is er dan toch consensus tussen de oppositie en de meerderheid. 28 raadsleden gaan akkoord, 3 hebben tegengestemd. Daarmee is voorstel nummer 15 afgehandeld. Conclusie, de provinciezwembaden in Diest en Kesselo sluiten nog niet meteen. Eerst wordt onderzocht wat de alternatieven zijn. Uiteindelijk stemt iedereen voor dat plan, behalve 3 raadsleden van Vlaams Belang. En zo haalt de oppositie toch deels haar slag thuis.